100 meter. 50 meter. Paarden zijn gestart en een bliksemstart aan de binnenzijde voor Brascia Meadow. Maar in het midden van de baan komt ook sterk naar voren. Paard nummer 6, Go Go Harley. En zo gaan we op 3 sporen de eerste bocht in met een galoppade van Kramer Flevo. 9 galop. En die wordt nu ook uitgeschakeld. Deelnemers zonder de eerste bocht met aankop van het veld Brascia Meadow. Brascia Meadow heeft een halve lengte voorsprong aan de buitenzijde. Drukt namelijk nog altijd door die Coco Harley. Krijgt geen positie. Achter Coco Harley staat aan de binnenzijde Cash High kant. En daarachter heeft Peter Whiskers een Brazil Elegance in een juweel van een uitgangspositie gebracht. Op de rug van het paard in het tweede spoor. Daarachter volgt dan Aad Schermer. Geen makkelijk heerschap, maar Hiltje kan er goed mee overweg. En zo gaan de deelnemers dan af op de verre linkerbocht. Achter deze paarden hebben we dan nog Bingo. En aan de binnenzijde van Bingo probeert een deelnemer de positie te verbeteren. En dat lijkt te zijn Helena van der Heijden met haar Cash Greenwood. En ze slaagt er ook aardig in. Op de laatste plaats wat betreft de aansluiting. Kees Kramer met uw favoriet Bokito Starlake. Gaat hij het spannend maken vandaag of gaat hij met dit fenomeen gewoon straks het hele veld ronden? We gaan het zien en beleven. Paarden komen op weg naar de rechterlijn. Er wordt gewandeld nu. Dit zou het moment kunnen zijn voor Bokito Starlake. En Kees Kramer bedenkt zich dan ook geen moment. Hij gaat nu in de aanval. Zo kost het helemaal geen kracht. En kan hij ze allemaal voorbij. Daar komt hij in beeld. 4 dik stormt hij over het veld heen. Bokito Starlake, de zoon van General November. En die komt daar in het vierde spoor zo dadelijk uit. Naast de koploper, paard nummer 1, Brascia Meadow. Maar die heeft hem natuurlijk al lang en breed zien komen. De stalgenoot profiteert mooi mee. Want die kan in het tweede spoor op de rug van Bokito Starlake door de bocht. Paarden gaan 2-2 op weg naar de laatste ronde. Met ze nog altijd Brascia Meadow aan de kop van het veld. Brascia Meadow onder druk aan de buitenzijde van een aandringende Bokito Starlake. Achter Bokito Starlake is dan aan de buitenzijde nog altijd die Aad Schermer die daar goed meegaat in dit geweld. En naar de binnenzijde loopt Cash Highkant geen meter te veel. Daar komt de aanval. 3 dik van Brazil Elegance. En achter Brazil Elegance gaat ook nog altijd mee paard nummer 6, Go Go Harley. Dat zijn de voorste paarden als op weg naar de laatste bocht Bokito Starlake nu de leiding overneemt. Bokito Starlake, Brascia Meadow, ze vecht voor haar leven, maar er is geen hout aan. Bokito Starlake, Brascia Meadow, helemaal aan de buitenzijde nog altijd die aanval van Brazil Elegance. Dat is de situatie als we afkomen op de laatste rechter. Met een hele gezonde voorsprong voor die Bokito Starlake. Bokito Starlake heeft een lengte of 2, maar op de tweede plaats proberen ze nu toch eraan te komen. En met name die nummer 6, die zit er nog makkelijk bij. Coco Harley, maar kan geen kant op. We komen in de laatste rechte lijn. Bokito Starlake zegt ze allemaal gedag. Hij pakt grote voorsprong, maar de strijd voor de plaats is op dit moment spannender. Waarbij in het midden van de baan Aad Schermer meegaat voor een eventueel succes voor de stal van een 1-2. Brascia Meadow aan de binnenkant, maar Brazil Elegance die zet grote stappen. Dat geldt ook voor Coco Harley. Maar het is Bokito Starlake die het gaat winnen voor Brazil Elegance. En Coco Harley, dat is de voorlopige uitslag. En voor de tweede plaats kijken we uiteraard de film nog wel even na. Het is weer Bokito Starlake. Hij blijft winnen met Kees Kramer.